echt, wie dit doet voor zo'n lol is echt een fucking randebiel met veel te veel alcohol. Oh my god, nee, ik durf dit niet. Ik durf dit niet. Don't do this at home. De prijs voor dit seizoen is anders. We gaan next level. Als je als Hoodie Girl een challenge wint, dan krijg je €250. Dit is Hoodie Girls. Hoodie Girls. Een nieuwe set. Yes. Een andere set. Zonnetje schijnt. Ik denk, vandaag gaan we wat leuk doen. Maar ja, vorige week was niet makkelijk voor jou, Marijn. Nee, ik heb een week lang gehuild. Je was zo lekker op dreef. €0. Dat lijkt me echt pijnlijk ook. Ja, het is heel... Oh, ik ben gewoon zo gefrustreerd ervan. Ik zie jou stiekem lachen. Je hebt wat beter geslapen. Ik heb wat beter geslapen, maar toen ik hierheen reed dacht ik... Ja, nu ben ik wel het doelwit van beide meiden. Dus dat maakt het wel wat spannender voor vandaag. Ik ben heel erg benieuwd hoe jullie het vandaag gaan doen. Want vandaag, nou, jullie zien het... Centrum Amsterdam, mijn favoriete stad. Ik denk, het zonnetje schijnt, we gaan wat leuks doen, jongens. We gaan zo meteen op de boot. Rondje varen door het centrum van Amsterdam. En dan kom je wat bruggen tegen natuurlijk. Nee. Nee. Wat denk je dan? Brug overheen en dan hopen dat je weer op die boot komt. Ja? Nee. Jullie gaan zo meteen op verschillende bruggen proberen te klimmen. Nee. En via de andere kant... Probeer je weer op de boot terecht te komen. Oh dit my gaat, god. Dit zie je online altijd fout gaan. Altijd fout. Lieve Hoodie Girls, de eerste Hoodie Girl die op de boot weer terecht komt, die krijgt een punt. Een Hoodie Girl die uiteindelijk de meeste punten bij elkaar heeft gespeeld, die wint deze challenge. Is dat duidelijk voor jullie? Ja. Ja? Hebben we er een beetje zin in de zonschijn? Oh my god, straks val ik in het vieze water. Kijk hoe vies het is. Ik ga niet in het water zwemmen. Dat ga ik sowieso niet doen vandaag. I'm not in for this. 100% gaat één van ons zwemmen. Ik weet het zeker. Ik hoop het niet, maar alles is mogelijk. We gaan het allemaal meemaken. Het is een hele fysieke challenge. Je moet echt wel een beetje sterk zijn hiervoor. Laten we op de boot gaan, lieve Hoodie Girls. Oké. Succes! Go! Marijn die woont in de gym en Jane die is soldaat, die werkt ergens bij de defensie of zo. Ja, en ik ben gewoon een papzak. Oké, meiden. Tering. Ik sta naast twee dwergjes, ook nog twee dwergjes die nooit in de sportschool staan. Ik doe dat wel, dus ik heb zeker een voorsprong. Jullie staan er al klaar voor? Ja. Ik vind het echt fucking spannend. Wij moeten dus van de ene kant van de brug klimmen naar de andere kant. En wie het snelst op de blauwe mat belandt, die heeft een punt. Deze brug? Oh mijn god, maar het is gewoon Is er al iemand die denkt, ik ga deze brug pakken? Ja. Ja? Nou, maar elke keer als je dichterbij komt, dan is hij hoger dan je. Ja, oké. Die brug die komt steeds dichterbij en jongen, mijn maag, die loopt helemaal te kriebelen. Oh mijn god. Focus, lieve meiden. Ik weet niet of ik... Wees voorzichtig. Dit is echt tering hoog. Ik kan er nooit bij. Nee, maar hoe kan je hierbij? Welke randen doet dit voor zijn lol? Nee, maar waar moet ik vasthouden ook? Oké. Ik denk, holy fuck, dit is hoog. Ik word gewoon misselijk van mijn hartkloppingen. Ongekend. Nou, dit is niet... Ik kom er niet eens bij. Ik kan me nergens aan vastgrijpen. Nee, dat gaan we niet doen. Holy fuck, dit lukt nooit! Oh my god. Nee, ik durf niet. En de andere twee meiden, die staan daar gewoon nog. Nee! Ik ga niet klaar. Ik ga echt mijn fucking focus. Marie, was er bijna! Ik ben helemaal bang. Ik zweer. Dit is tering spannend. Don't do this at home. Don't do this at home. Deze brug had van die zijkanten waar je op kon. Dus ik dacht nog, misschien kan ik erop en dan eromheen en dan eraf. Denk je echt? En die fietsen er ook bij. Die fietsen. Jay zei van tevoren al, wow, nee, dat gaat zo niet lukken. Je kan hier echt niet ook aan de zijkant, want dan lig je sowieso in het water. Oké, Jay, pas op, ik ga Nee, dat mag niet, doe dat niet. Ik knipper met mijn ogen en ze staat op de zijkant. Fucking hoer. Ik weet niet hoe ik dit moet gaan doen. Ik ga over de brug zoals het moet
en ik beland weer op die fucking boot. En doeg! Fucking kutwijf! Weet je wat zij doet? Zij zegt tegen mij, als je hier gaat springen is echt gevaarlijk. Je kan tussenvallen en je gaat het wel zelf doen. Marijn is echt pisslink op Jane. En dat snap ik, want dat ben ik ook. We gaan maar even lekker backvechten met Jane. Ik hou me weer even een beetje achter. Over de brug! Ja, ik ga deze wel meetellen. Zeg je eerlijk. Ik laat deze meetellen, echt. Ja, zeker. Eerst punt voor Jane in de pocket. Oké, meiden, let op. Hoe dan? Rustig deze boot. Focus. Ja. Oké. Ik weet niet hoe. Oké, Marie! Ik zie je, Marie! Ik kan niet! Hou vast! Ik pak hem en ik wil klimmen en ik blijf vastzitten met mijn knie. Ik zit vast! Nee, ik zit vast met mijn knie! Oké, ze zit vast! Oh my god, dit gaat niet goed. Ik zit weer vast! Ik zit vast! En jij gaat vast! Dat kind bleef gewoon hangen. Het scheelt zo'n stukje of die schipper en ik zijn beide in het water gevallen. De knappe schipper die heeft haar echt met zijn leven gewoon gered. Echt te optrekken zodat ze niet vast zat. Wat gebeurde er? Je zat hier vast? Ik zat hier vast en daarna zat ik zo vast. Oh my god. Dit is tering gevaarlijk. Ja, ik praat echt niet meer tegen jou. Dus fucking. Echt. Oké, focus, lieve meiden. Echt, wie dit doet voor zo'n lol is echt een fucking randebiel met veel te veel alcohol. Hoe ga ik over die fiets heen komen überhaupt? Oké, voorzichtig, meiden. Kom maar. Waar komt die tering boos? Op de mat, meiden! Op de mat, mannen! Op de mat! Ja! Oh my god. Okay. Dit was fijn, hè? Nee, je moet op de mat landen. Nee. Dit ga je toch niet menen? Ik zeg het nog, op de mat. Tering! Fuck! Op de mat. Ik zeg, meiden, op de mat. En Jane bedenkt zich, springt de mat op. En Marijn denkt, kutzooi. Eer op die fucking boot. En ik zeg het nog, op de mat. Oh. Je was als eerste, Marijn. Maar als eerste is toch Jane op de mat. Hé, hier kan ik zo slecht tegen, hè? Nou, dit slaat helemaal nergens op. 2 punten voor Jay met 2 keer een beetje vast. Ja, het slaat nergens op. Nee, meiden, we komen aan bij de volgende brug. En ook bij deze brug geldt hetzelfde. You can do it too. Ja. Let op, meiden. Oh, durf uit! En iedereen kijkt toe en je hebt superveel druk, maar je wilt ook winnen. Het is bizar. Ik kan het gewoon niet goed opschrijven. 3, 2, 1, kom maar! Wie gaat erop? Heb je geen extra punt? Eén van jullie komt met die extra punt. Jay, lekker maar uit! Door! Wie komt erop? Oh, ja! Holy shit! Oh, fuck yes! En, ja hoor, een puntje voor mij. Fuck yes! Ik was de eerste! Oké. Ook al breek ik mijn enkel vandaag, ik heb het ervoor over. Hou die focus! Hey shit, ja dit is echt niet... Oké. Blijkbaar moeten we hier... Ja, dit kan ik niet pakken toch, nooit. Nou, kom maar! Ja! Lekker maar in! Ja, ik had die boord! Ik dacht, dat ik kon vliegen. Oh, ik ben gewoon. De meiden zijn al helemaal uitgeput. Het is super spannend. 2 punten voor Jane, 2 punten voor Marijn. Nog 0 punten voor Marie. Maar alles is nog mogelijk. Don't do this at home again. Ik zie die boot al terwijl ik nog niet eens over die paal heen ben. Pas op voor je enkel. Oké dan. Yes. Dat is er één. Ah, wat spannend zeg. En nu wordt het heel spannend. 2 punten Jane, 2 punten Marijn en 1 punt voor Marie.
Ik heb alleen maar mijn focus op die brug. 3, 2, 1. Wie gaat erop? Oké, Marijn. Ik weet natuurlijk dat ik al lang niet heb gewonnen, dus ik ga even lekker relaxed achter ze zitten. Oh my god. Tering, zooi! Jane, weet je hoe erg zij mij in de weg ging zitten? Jane heeft gewonnen. Derde punt van mij. Ik ga lekker. Lekker! 3-2 voor Jane, oké. Dit is heel spannend. Lieve meiden, de uitslag. Ik heb weer genoten van jullie. Het was ontzettend spannend. Nooit gedacht dat jullie dit zouden doen. De uitslag. 3 punten voor Jane, 2 punten voor Marijn en Marie, je hebt het goed gedaan, 1 punt voor jou. Yes! Yes! €50 extra voor jou, Jane. Lekker! Even serieus, we moeten over de brug. Zij rent, zij zegt nog tegen mij. Ja, nee, kijk hoe ver dat is. Je zit gewoon weer te zeiken. Je bent elke keer, elke fucking keer zeiken. Fucking irritant. Ik ben hier klaar mee. Ik geef alles. En zij draait het gewoon zelf. Ze probeert een beetje met mijn mind te fucken. Bam, in het water. Doei, lekker afkoelen. Lekker, mooie. Lekker. Jane stond het hardste te gillen toen zij die gore grachten zag. Dan durf je het nog om mij erin te duwen. What the fuck? Oh, je bent echt een peuring. Oh my god, alles maak je mee hier, maar dit? Oh mijn god. Oh nee. Ja. Waag het om het met erin. Oh, huh? Oh, je kan gewoon staan! Ja! Weet je nog alsof het nog niet echt was? Wow, ik kan staan! Oké, okay. Ik hoef jou echt niet meer te zien ook. Ja. Oh. Doei! Nobody cares! Kijk, buiten de set kunnen we gewoon goed met elkaar omgaan, is lachen. Maar zodra de camera aangaat, dan zijn we er allemaal voor één doel en dat is winnen. Ze moest even afkoelen, ze was een beetje heet. Volgens mij ben jij degene die moet afkoelen. Nee, ja, jij zeurt de hele fucking dag, elke fucking aflevering. Oh, dus ik dacht, je moet even afkoelen. Oké. Okay. Hebben we vandaag gedaan? Ik heb veel discussies met Jane gehad, maar dit gaat echt te ver. You fucking made me aggressive met je gezeik hele dag. Dat is niet eerlijk. Echt, Richella. Dus de stand is €500 voor jou, Jane. €0 voor jou, Marijn. En nog steeds voor jou, €1165. Lieve Hooli Girls. Deze zag ik niet aankomen, dit einde. Oprecht, ik ben ontzettend trots op jullie. En let's keep the spirit good in here. Yes, alles is mogelijk iedere week weer. Dus ik zie jullie heel graag volgende week weer. Rust nog lekker uit. En laat mij ook vooral even weten welk team jij support. Is dat nog steeds Team Jane? Is dat nog steeds Team Marie? Of is dat nog steeds Team Marijn? Ik lees het allemaal heel graag terug. En je weet het, ik zie jou volgende week weer samen met de Hooli Girls. Tot dan. Ciao. Oh! Wow, Roy. Oh my god. Oh my god. Oh! Oh my god, ben ik blij dat niemand daar zit.